Gerard Joling heeft met humor gereageerd op de beelden van Gordon's vals zingende optreden. Ondanks dat Gerard doorgaans terughoudend wil zijn als het om Gordon gaat, kon hij het niet laten om te reageren op Gordon's kritiek op zijn feestrepertoire. Gordon had namelijk opmerkingen gemaakt over Gerards muziek, die voornamelijk feestnummers bevat. Gordon heeft nu een album uitgebracht met luisterliedjes, die niet geschikt zijn voor feesttenten, en daaruit ontstond de wrijving tussen de twee. Gerard reageerde met humor op de kritiek en noemde het een beetje onder de gordel. Hij merkte op dat hij Gordes optreden had gehoord en dat het niet al te best klonk, mogelijk door nervositeit of onwennigheid. Rick Romeijn en Tim Klein van Radio 538 uiten hun steun aan Gerard en bekritiseerden Gordes zangkwaliteiten. Gerard zelf benadrukte dat hij nog steeds met succes optreedt en geboekt wordt voor grote feesten en festivals. Hij noemde zichzelf een echte professional die nog steeds goed kan zingen. Gerard sloot af met humor, verwijzend naar Cordes opmerking over motteballen. Hij benadrukte dat hij nog steeds geniet van optreden en dat hij blij is dat hij nog steeds geboekt wordt.